Oké, is het een dwerghamster? Ja. Nou, ga ze hem halen dan. Nee, ik heb ze niet. God, wat een rotmoeder, hè? Heb je? Ja. Dat gaan we doen. Oh, dan hopen dat ze ze hebben, hè? Want wie weet komen we bij een winkel en dan zeggen ze... Ja, meneer, de dwerghamster is uitverkocht. Kijk, daar zit er een. Het lijken wel muisjes, hè? Ja. Nou, kom op, gaan we even kijken binnen. Het zijn allemaal babytjes. Het zijn allemaal babytjes. Het zijn allemaal babytjes. Ik vind die heel erg schattig. Kijk, hij vindt jou wel leuk. Ik ga de mouw in. Wat wil je, een jongen of een meisje? Of maakt het niet uit? Zal ik kijken wat het is? Dit is een jongetje. Dus je moet een jongensnaam verzinnen. We weten, hebben we al, hè? Tommy. Tommy, ah. Hey, dankjewel. Mama, wil je Shanti en Michele even naar beneden halen? Ja. Oh. Hoi, de kinderen die zijn nog even buiten. Okay. Zullen wij even een kopje thee gaan drinken? Het is een leuk huis hè, heb je hier. Dit is jouw slaapkamer, hè? Ja. Oh, dit is de kamer is voor iedereen. Dat het genoeg is. Hey meiden, wat we nou wel moeten doen, want nou gaan we mama roepen. Moeten we het wel even een beetje kamer opruimen, anders wordt ze daar anders. Overal waar ze kwaad van kan worden, moeten we niet hebben. Schattig. Ja, mama, één ding, hij bijt niet, hè? Echt waar. En hij stinkt niet. Nee. Mag het, mama? Please, please. Nou. Please. Als ze beloven dat ze vanaf nu, je weet wel wat. Ja. Ja, weet je teken? Ja. Dan mag het voor mij. Yay! Hoe stop je? Gewoon als het klaar is. Als het klaar is. Klaar. Bid je wel eens? Ja, zaterdags. Zaterdags? Waarom op zaterdag? Dat ik dan naar mijn vader ga. Mijn vader gaat naar een moskee. Weet je veel van het geloof al, of niet? Nee. Je bent pas een beginnelingetje. Wie leert dat je allemaal? Mijn vader en mijn zus en mijn moeder. En hoe heet het boek van jullie? Koran. Koran. En God? Allah. Allah. Zeg het zo? Allah. En wij zeggen gewoon Allah. Allah. En als je bidt, wat verzin je dan zelf? Van lieve Allah, help mij, want ik heb het zo moeilijk. Of gewoon ik wil... bidden. In feite doe ik niks. Maar wat is bidden dan? Wat zeg je dan? Wat vraag je dan? Want het bidden is eigenlijk praten met Allah, toch? Ja. Nou, wat vraag je dan? Of wat zeg je dan tegen hem? Hé, hey, Allah, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met u? Of niet? Jawel. Zoiets. Oké. Toch vechten. Mijn school de wilgenstam. Een beetje een leuke school? Ja. Ik ben benieuwd. Hey, morgen. Dag Danielle. Dag Danielle. Een beetje een leuke juf? Ja, zeker. Ja? Zit hier. Tussen de meiden? Nee. Een leuke buurman? Ja. Ja? Ik heb uitgenodigd voor mijn verjaardag. Leuk hoor, met die meiden. Dan ben je er met meiden zitten dan met jongens. Nou, dat vind ik niet.
hij is heel goed in voetbal. En hij heeft stekelhaar, dat vind ik ook cool. Oh, lekker. Ik wil heel graag op voetbal, maar dat mag niet van mijn ouders. En dan vraag ik aan Marijn of hij me wil trainen en dan doet hij dat ook. Hij heeft wel 6 vriendinnetjes. Ik, zij en Anna. Ik kan niet meer kiezen, dus ja, dan worden het er maar 6, ja. Ik ga mijn spreekwoord houden over ballonnen. Ik heb het onderwerp gekozen omdat ik het een bijzonder onderwerp vind en omdat mijn vader en moeder werken. Als een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de wind. Ballonnen worden ook eens gebruikt om een winkel te openen. En als er iemand overleden is, dan gaan de ballonnen wegzweven van de aarde. En degene die dood is, die is ook weg van de aarde. Daarom laten ze ballonnen op. Waarom heet die ronde ballon met een gat erin een donut? In een donut zit er toch een gat in? Nou, dat zit in deze ballon ook. Ballonnen. Ik vond dat je heel goed uit jezelf deed vertellen. Je hebt alles in je eigen woorden gedaan, dat was heel belangrijk. Alleen handen uit je zakken halen. Ja. Dat is voor de volgende keer, maar voor de rest echt heel goed. Mijn hobby is toneel spelen en ik doe dat omdat ik heel graag actrice wil worden. Ik haat jullie! Ik haat jullie! Kan mij wat schelen? Kan mij wat schelen? Actrice, weet je hoeveel actrices er zijn in Nederland? Hm? Nou, duizenden denk ik wel. Weet je hoeveel er werk hebben? Een paar! Kom jij er ook nog bij? Moet je wel heel goed zijn hoor. Ik ga heel goed worden, want ik wil het echt heel erg. En wat voor dingen wil je dan spelen? Goede tijden, slechte tijden? Nee. Films? Nee. Goede film? Heb je mooie films, heb je hoor. Nou, ik wil vooral een toneelstuk spelen. En wat voor toneelstuk? Om te lachen? Ja, dat. En je moeder vergeet wel vaker wat. Is hij je misschien vergeten? Ja, het is ook leuk om toneelstukken te maken waar mensen moeten huilen. Heel serieus zijn. En wist je nog, gisteren bij de bioscoop moesten we wachten tot het donker was. Ja, dat is wel waar, ja. Dan sta ik op toneel, zie ik zo'n hele zaal zitten en dan zitten ze allemaal. Dan zit ik naar 100 van die koppen te kijken. En toch is dat mooi. Ja. Kom je dan maar bij ons eten? Mag dat? Ja. Applaus. Mijn vader, Sally, 44 jaar oud. Dit is mijn moeder, Diana, 48 jaar oud. Waar komt je vader vandaan? Algerije. En waar is je moeder geboren? In de Georgië. Hoe hebben je vader en moeder elkaar ontmoet? In Pauluskerk. In de Pauluskerk verliefd geworden? Ja, klopt. Ja. In de Pauluskerk in totale illegaliteit. Maar is dit er toch uitgekomen? Ja, en dat is uitgekomen. Waarom heet Safia Safia? Het is gewoon, dat is een combinatie van een Armeense en Arabische naam. Mijn oma heette Sofia. Sonja. Ja, de Sonja, afkorting van Sofia. Maar dan in Arabisch schrijf jij Safia. Safia eigenlijk, maar dan hebben we Safia van gemaakt. Zij is zeg maar blij als zij lacht. Zij is heel liefdevol, heel lief. En zij is heel gevoelig voor eerlijkheid en voor vals. En dat vind ik heel leuk in haar. Wat is het stomste? Eigenwijs. Ze luistert niet. En dan moet mama altijd 100 keer iets zeggen. Tot na 101ste keer ze veel luistert en gaat naar bed bijvoorbeeld. Wat denk je dat ze gaat worden?
ik had altijd het gevoel dat ze gaat richting gezondheidszorg. Als het begint op NOS of SBS, die spoedeisende hulp. Ja, ze is gek op. Misschien iets met kunst, muziek. Ja. En wordt het dan viool en piano of wordt het dan Hannah Montana? Ja. Met goede basis van viool en piano kan ook goede Hannah Montana worden. Dus. Leuk aan? De vleermuizen. Ik vind vleermuizen vind ik zo. Dat doet me altijd denken aan Dracula. Goedemiddag. Dag mevrouw. Twee maal kinderen. Twee maal? Ja. Zullen we maar gewoon volwassenen en een kind doen? Oké. Okay. En even lachen. Heel goed. Gedaan. Deze nog zo. En daar. Yes. Ja, mooi. Je hebt de stop op haar. Kijk. Zag je dat? Dat was een vrouwtje. Nou, mooi hè? Zullen we gaan? In de nacht van 20 juli heeft de moeder Banga een prachtig jong gebaard. Oh, wat leuk hè. Wie weet, weet u hoe die heet? Nee, ik weet niet hoe die heet. Nou, dan gaan we eens eventjes uitzoeken hoe die heet. Leuk hè? Ja. Je zusje. Je broer. Kijk uit, schrik draag. Ik zie niks hier, kijk. Kijk, eten! Nee! Eten. Wij zijn van TV Rijnmond, zou een klein stukje mee mogen rijden. Het programma heet Ik ben Rotterdammer. Wat zijn de prijzen zo gemiddeld? Die hele grote is 13 euro. Die zijn 8 euro per stuk en die 5 euro. Deze. Zij wil die. Terwijl ik helemaal voor deze ben. Doe deze maar, mevrouw. Deze? Nee. Oh, wil jij betalen? Zo oud als jij. Wat vind jij het allermooist aan je eigen gezicht? Mijn ogen. Je ogen? Ja. Ik vind het wel mooi. Ja, ogen lachen gewoon. Daar heb je mazzel mee. Mijn ogen zijn een beetje scheef. Scheef? Ik vind het mooi. Ja, je kan het wel wegproberen te vegen, maar die gaan niet weg. Ik vind hem wel mooi. Er zijn vrouwen die zetten hem echt, hè, met zo'n stift. Doen ze een pukkel op. Ik vind hem wel mooi. Ben je wel tevreden met jezelf? Ja. Ik ook. Oké, kom op. Wegwijs hier. Dit is mijn kamer. En ik mag mee. Gezondheid. Wow. Specie behangetje, hè? We zouden niet graag hier willen wonen, midden in zo'n ding. Nee, want ik wil ook wel gewoon een leventje. Ik vind het allemaal leuk om te creëren als hond. Om te creëren? Ja. Creëer je eigen wereld. Ja, kijk, dit laat eens eentje zien die je gemaakt hebt. Die zie je als het allemaal dood. Beetje eng, hè? Ziet hij er wel uit. Kan die ook lopen of niet? Ja, hier zijn zijn voeten. Maar laat hem eens lopen dan, of gaat dat niet? Ik ga eerst even je spak aan. Oh, raket erop. Ik zet vaak deze erop. Schouderkappen erop. Dus je kan eigenlijk heel pakken voor hem maken. Ja. Don't you fuck with Bokan. Dat zijn echt Japanse zwaarden of Chinees, kan je zeggen. Is het niet voor harikiri? Nee. Ja, mijn vader is er vast. Met touwtjes, want ik mag er niet meer spelen. Kijk, het is echt ijzer. Ik ben niet zo erg met zwaarden. Ik ben meer van Katjama, van met die twee stokken. Daar ben ik heel goed in.
slaap jij hier? Nee, want nu is het best wel, nu wordt het koud. Ja. Dan doen we soms heel vaak de verwarming aan. Ja. En dan wil mijn moeder niet zoveel geld verspillen. Dus doen we boven, is er maar één verwarming. En dan als het zomer is, weer, dan doe ik je gewoon weer mijn matras. En dan slaap je bij je zus? Ja. In de kamer. En dat kan nu nog, want je zus is nog niet... Nog niet zo groot dat je zegt, nou die moet een kamer alleen. Dan krijg je toch op een gegeven moment dat je zus zo oud is dat je zegt ja. Ja, dat is wel waar. Dan krijgt ze vrouwen dingen en zo. Ja. Ja. Oh, oh. Wat rustig. Wel lekker dromen. Wel een mooi. Wat zeg je? Uit de kamer graag. Wat dag. Doei. We zaten in het bos en toen gingen we het lopen en toen bordjes steken teken. Dus toen gingen we slapen en opeens deed ik een soort van ogen open en toen leek of het teken. Ik mama een teken teken in mijn bed. Ik heb ook eens een keer gehad dat er slang maar ging achtervolgen. Een anaconda. Gevaarlijkste slang ter wereld. En laat me zeggen, ik mocht niet van het pad af. En toen rende ik weg en toen ging ik daarin, kon ik via daar. Ging ik daarin, ging ik rondje maken. Nou, ik wil vliegtuigdesigner worden. En daarom daarna wil ik een villa kopen, omdat het veel geld oplevert. Per vliegtuig denk ik een soort van 500.000 euro. Misschien ga ik wel een hele grapje maken van een Nike Air Max schoen. Ik heb er zin in. Wat is jouw lievelingseten, Youssef? Hareren. Oh, lekker. Oma, tweemaal hareren. Nee, het is nog geen eetstijd. Het is Ramadan. Moet je wachten toe. Yo! Tot de zon ondergaat. Ja. Iedereen maakt hareren in Ramadan. Met tomaten en peterselie, sanderij, koriander. Vlees en lenzen. In Ramadan is echt harir. En wat is voor u Ramadan? Ja, ik wacht gewoon. En dan weten we wat de arme mensen hebben mee te maken met hongeren en doen wij graag. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت اغفر لي ما قدمت وما أخرت بسم الله بسم الله Fantastisch, heerlijk. Ik zal het komen mama en dan ga ik me hier zo verstoppen. Ja. En dan blijf ik expres doodstil liggen, zodat mama niet ziet dat dit gaat bewegen. Ja. Maar vaak vindt ze me. Ja, als ze het eenmaal weet. En hier, als ik boos ben, dan zit ik ook gewoon hier. Ja. Soms wil ik wel schreeuwen.